Zijn de ouders van een misbruikt kind officieel ook slachtoffers? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie herinnert zich nog de naam Robert M.? Robert M., de eerste berichten rondom deze zaak van seksueel misbruik in een kinderdagverblijf, kwam naar buiten in 2010. De beelden op het journaal hebben heel veel mensen gechoqueerd. Wat had Robert M. gedaan? Hij had zedendelicten gepleegd met hele kleine kinderen, waaronder ook baby's. 83 kinderen in totaal die hij heeft misbruikt. Niet alleen op dat kinderdagverblijf, moet ik zeggen, maar ook thuis. Bij sommige ouders die hem als oppas hadden ingehuurd. Uiteindelijk kreeg hij in april 2013 een straf van 19 jaar en TBS. Wie vindt dat die ouders van die kinderen ook slachtoffer zijn en handen omhoog? Bijna iedereen. Dat is toch interessant om te zien. Misschien een jurist in de zaal die misschien weet van, zou dat inderdaad het geval zijn? Dat is niet het geval. Voor de wet waren de ouders in deze zaak geen slachtoffer. Ons wetboek van strafvordering stelt dat alleen de rechtstreeks getroffenen, dus degene die direct slachtoffer zijn, aanspraak kunnen maken op bepaalde slachtofferrechten. Er zijn uitzonderingen voor nabestaanden en er zijn wat uitzonderingen ten aanzien van het spreekrecht. Daar kom ik later nog even op terug. Wat betekende dit in deze zaak? Het betekende dat de ouders bijvoorbeeld hun claim tot schadevergoeding niet konden indienen in de strafzaak. In Nederland is het mogelijk dat slachtoffers via de zogeheten voegingsprocedure hun schade mogen indienen in het strafproces. Dus ze hoeven niet via een civiele gang bij de burgerlijk rechter apart hun schade in te dienen als het gaat over enigszins eenvoudige vormen van schade. Wat voor schade moet je dan denken bij die ouders? Een voorbeeld is bijvoorbeeld gederfde inkomst uit arbeid. Sommige ouders waren dusdanig getraumatiseerd dat ze niet meer konden werken. Maar wat vindt u van het voorbeeld van een ouder die een claim voor de vergoeding van een bankstel wilde indienen? Want het seksueel misbruik had plaatsgevonden op de bank in de huiskamer. Of de ouders die hun huis verkochten met veel verlies, omdat ze niet meer in dat huis konden zijn waar het misbruik heeft plaatsgevonden. Deze ouders werden door de rechtbank niet erkend als zijnde slachtoffers en moesten een gang naar de burgerlijke rechter maken om daar hun claim in te dienen. Overigens hebben deze ouders van de rechter wel het zogeheten spreekrecht gekregen, wat betekende dat ze namens de kinderen ook over zichzelf mochten vertellen wat de impact van het misdrijf was op hun leven, wat in de wet niet op dat moment dusdanig verankerd was. Ik ga weer een vraag aan het publiek stellen. Wie vindt dat die ouders ook voor de wet als slachtoffer hadden moeten worden erkend? Handen omhoog als je dat vindt. Toch een stuk minder, merk ik. Dat is frappant, want als ik de vraag stel, zonder dat ik nog over wetten begin, dan gaan eigenlijk alle handen omhoog. En als ik het nu uitleg, is Nederland hier nou een uitzondering met deze definitie die wij in onze wet, in onze wetboek van strafvordering hebben ingediend? Er zijn op allerlei niveaus, is er regelgeving die definities geven van slachtoffers. Zo hebben we binnen de Europese Unie een richtlijn. Een ander woord is gewoon een wet, een Europese wet, die ook een definitie geeft van slachtoffer. En deze wet stelt ook dat het de direct getroffenen zijn en de nabestaanden die aanspraak mogen maken op slachtofferrechten. En dan moet je dus denken bij de nabestaanden aan familieleden, zoals de partner met wie je samenwoont. Dat hoeft niet altijd in de vorm van een officieel huwelijk te zijn, dat kan ook een geregistreerd partnerschap zijn of een andere vorm van een affectueuze, duurzame relatie. En deze EU-richtlijn, die afgelopen jaar in 2015 eigenlijk voor Nederland
al bindend had moeten zijn. Maar Nederland is wat traag in het vertalen van die wet in onze Nederlandse wet. Die wet stelt ook dat ook andere personen die afhankelijk zijn van het slachtoffer aanspraak mogen maken op slachtofferrechten. Dat betekent bijvoorbeeld dat stiefouders, volgens deze definitie in die EU-wet, ook aanspraak zouden kunnen maken op bepaalde slachtofferrechten. Nou denkt u misschien, waarom geven ze dat voorbeeld? Vorig jaar, in 2015, werd een stiefmoeder het spreekrecht ontzegd, omdat volgens onze wet stiefouders niet worden erkend als zijnde rechtmatig slachtoffer. Adoptieouders bijvoorbeeld wel. En vrienden. Wat als je beste vriend wordt vermoord? Ook dat is een categorie van mensen die soms ook die gevoelens uiten als zijnde ik zou graag als slachtoffer erkend willen worden. Volgens de wet, ook deze EU-wet, vallen die mensen daar niet onder. We hebben nog een ander niveau van wetgeving en dat is de Verenigde Naties. Daar is weer een extra categorie toegevoegd. Buiten die rechtstreeks getroffenen, dus het directe slachtoffer en de nabestaanden. En dat zijn de zogeheten hulpverleners. En bij hulpverleners moet je denken aan bijvoorbeeld 9/11. Die vliegtuigen vlogen in de Twin Towers. En niet lang daarna ging er een grote groep brandweermannen naar de scene om daar hulp te verlenen. Of ambulancepersoneel. Sommige van die brandweermannen zijn niet levend uit die scene teruggekomen. Volgens deze VN-definitie, in die wetgeving op dat internationale niveau, zijn ook die hulpverleners slachtoffer die aanspraak mogen maken op slachtofferrechten. En dan moet je bijvoorbeeld denken dat de weduwen van die brandweermannen vormen van schadevergoeding hebben gekregen. En wat pas veel later naar voren kwam, is dat sommige van de brandweermannen die het overleefd hadden, asbestkanker kregen. En uiteindelijk is toen ook besloten dat de schade die dat gezin en de brandweerman hadden ervaren door die asbestkanker, ook in aanmerking zou moeten komen voor schadevergoeding. Dat hebben ze ook gekregen. Ik ga het nog gecompliceerder maken. Het internationale strafhof, dat zit in Den Haag. En dat spreekt recht ten aanzien van allerlei vormen van wat we noemen internationale misdaden. Denkt u aan genocide of oorlogsmisdrijven. Ook dat strafhof heeft een statuut, noemen we dat, waarin staat wie slachtoffer is. En die dus ook bepaalde rechten mag claimen bij dat strafhof. Voor het ICC geldt bijvoorbeeld, voor het strafhof moet ik zeggen, geldt dat ook bepaalde rechtspersonen als slachtoffer worden gezien. En dan moet je denken aan kerken, aan scholen, aan andere instellingen die met cultureel erfgoed hebben te maken. Je ziet hier ook beelden van in Syrië waarin cultureel erfgoed wordt vernietigd. En de vertegenwoordigers van dat soort instellingen hebben ook recht om een claim tot slachtofferschap in te dienen bij dat internationale strafhof in Den Haag. Ik noem deze voorbeelden om te laten zien dat het soms lastige discussies oproept wie we allemaal als slachtoffer erkennen voor de wet en wie we gevoelsmatig als slachtoffer zien. En ik ga het nog lastiger maken, want dat is eigenlijk wat een wetenschapper vaak ook doet, het leven nog net iets ingewikkelder maken dan het al soms is. En dan noem ik het voorbeeld van het kindsoldaat. In mijn werk kom ik veel in aanraking met deze categorie. En dit is een categorie waarin de vraag van is het een slachtoffer of is het een dader lastig te beantwoorden is. Een kindsoldaat wordt vaak op de leeftijd tussen 6 en 10 geronseld en geïndoctrineerd, vaak gedrogeerd. En uiteindelijk ontwikkelen deze jonge kinderen zich tot oorlogsmachines die de meest vreselijke misdaden begaan. Het is een kind die zo jong in zijn leven hiermee geconfronteerd wordt. Vinden we dat een slachtoffer of vinden we dat een dader? Een frappant detail misschien hier om te delen is dat de eerste zaak bij het internationale strafhof ging over een
man, een krijgsheer, die kindsoldaten ronselde. En daar ook voor is veroordeeld. En op dit moment, en daar waren dus de slachtoffers in die zaak, waren de kindsoldaten. Op dit moment speelt er een zaak voor datzelfde strafhof, waarbij een voormalig kindsoldaat terecht staat voor het plegen van de misdaden, in dit geval in Congo. Is het belangrijk dat je erkend wordt als slachtoffer? Maakt dat uit als je erkend wordt in jouw slachtofferschap door een juridische instantie? Ja, dat is ontzettend belangrijk. We hebben vanuit verschillende onderzoeken gezien dat juist die erkenning door een formeel juridische instantie positief kan werken op de verwerking van dat misdrijf voor dat individuele slachtoffer. En dat betekent dat ook het ontkennen van dat slachtofferschap negatieve gevolgen kan hebben voor die verwerking. We noemen dat ook wel secundaire victimisatie. Dat je als het ware weer opnieuw, maar dan door de instanties waar je mee te maken krijgt, slachtoffer wordt. Dus de primaire victimisatie is het misdrijf. Secundaire zijn de negatieve reacties die je hebt ondergaan op het moment dat je met allerlei instanties in aanraking komt. We zien dat ook terug in wat we noemen victim blaming. Daar heb ik een plaatje van. Dat gaat over een jong meisje dat een heel kort rokje aan heeft en als hoer wordt neergezet. Hoe vaak hoor je niet het verhaal dat een jong meisje 's avonds na het stappen naar huis gaat, verkracht wordt en dat dan mensen zeggen van, ja, maar je gaat toch niet om 3 uur 's ochtends alleen in een kort rokje naar huis fietsen? Dan vraag je er toch om. Dat noemen we victim blaming. En dat victim blaming dat ontstaat vanuit het idee dat wij geloven in een rechtvaardige wereld. Just world noemen we dat. En dat betekent dat als daar inbreuk op wordt gemaakt, we als het ware in onszelf een rechtvaardiging zoeken van, maar dat gaat mij niet gebeuren. Want ik zal nooit 's nachts op straat in een kort rokje notabene naar huis fietsen. Ik begon het college met de vraag, wie is er slachtoffer? Wie is er slachtoffer ook volgens de wet? Ik heb het alleen maar ingewikkelder gemaakt, omdat als we kijken naar verschillende lagen van wetgeving, er andere definities worden gehanteerd. En als je praat over contexten zoals bijvoorbeeld die internationale misdrijven, dan krijg je ineens die situatie van dat kindsoldaat. Dus ik kan hier niet een eenduidig antwoord geven van dit is een slachtoffer volgens de wet. Wat ik wel kan doen, zowel als jurist en als victimoloog, kijken van wat is nou de impact van wat wij met elkaar hebben afgesproken wat een slachtoffer is, op die slachtoffers die met dat rechtssysteem te maken krijgen. Dat is ook wat mij het meeste fascineert in die combinatie van het recht en de victimologie, mijn vakgebied, waarbij ik ook argumenteer dat ook een rechter die te maken heeft met alle belangrijke principes die we in het rechtssysteem kennen, denk aan het principe van de rechtszekerheid, dat een rechter ook de ruimte durft te nemen om te interpreteren, flexibel te interpreteren, wetende wat de effecten zijn van het toekennen van slachtofferschap of het niet toekennen van slachtofferschap op mensen. Inmiddels kan ik me voorstellen dat jullie denken van, maar wat zijn nou die slachtofferrechten? Want ze heeft het de hele tijd over, hè? Wat is nou dat slachtoffer? Maar over wat voor rechten hebben we het nou eigenlijk? Dat ga ik vertellen in het volgende college.